Het was zondag gezellig druk in het dorpshart van Heide. Een grote groep mensen genoot met volle teugen van de nieuwste editie van Herrie op de Hei. 3 jaar geleden zijn we hier begonnen met Herrie op de Hei. En omdat ik het netwerk aan Gea ken, zei Gea, wil je doen? Spontaan, meteen zei ze, dat ga ik doen. Gea, dan sta je hier niet op Funpop, maar een klein podium, maar net zo leuk, denk ik. Nou, misschien nog wel leuker, nee. Het is allebei even leuk. Maar gewoon een klein gezelschap. Nou ja, ik vind best nog veel mensen. En het is helemaal leuk. En het is weer fantastisch, hè, zoals je ziet. Goede sfeer, goede artiesten. We hebben wat kleine dingetjes aangescherpt. Dat is alleen maar leuk, alleen maar fijn. En dan zie ik zoveel veel gevarieerde artiesten. Hè? Maar hoe komen jullie nou aan die artiesten? Nou, als ik heel eerlijk ben, zijn bijna allemaal dezelfde artiesten van de afgelopen jaren. Maar die ontwikkelen zich, die doen wat anders. Zojuist zag je een jongen die een eigen liedje geschreven heeft. Die is 2 jaar geleden begonnen. Vorig jaar al meer zelf gespeeld. En dit jaar al een eigen liedje geschreven. Dus we putten uit dezelfde basis, maar we proberen wel een beetje verandering in te brengen. En zo'n verandering, dat is wel zichtbaar, want het is best wel druk. Maar voor volgend jaar denk je van, nou, dan gaan we het weer doen. Of heb je dan een heel ander idee misschien al? Ja, volgend jaar is volgend jaar, hè? Zeggen ze allemaal. Nee, dat weten we niet. We gaan gewoon rustig eens kijken vandaag hoe leuk het is. Lekker druk. Iedereen heeft weer een heel fijn gevoel. Dus ja, wat willen we meer? En volgend jaar is volgend jaar. Ja, deze doelgroep is wel heel speciaal. Is dat alleen maar hier op de Hei in Venray of zijn er nog meer plekken waar ooit zoiets gebeurt? Nou, daar wil ik wel iets voor zeggen. Ik vind het gewoon fantastisch om te zien dat er vandaag zoveel mensen komen uit onze doelgroepen. Kijk, ik ben natuurlijk ook bekend in Venray omdat ik een zorgboerderij heb opgezet. En ik zie gewoon dat die mensen af en toe een podium willen hebben. Niet alleen om op te treden, maar ook om te komen. En je ziet nu dat er heel veel mensen vanmiddag zijn van alle kanten en dat vind ik echt fantastisch. En een van de nieuwe dingen is om ook de kunstactiviteiten van Venray laten zien in de ateliers. Dus de kunstwerkplaats heeft hier een expositietje ingericht. Samen met 2 activiteitencentra's van dichterbij. Het Schupke en Atelier Jeruzalem. En dat vind ik ook wel leuk om dat de volgende jaren een beetje verder uit te bouwen. Om daar weer meer samenhang in te creëren. Niet alleen muziek, niet alleen pantomime of een poppenspeler, maar ook in de kunstsector. Het is wel leuk om te laten zien hier. Je bent gewoon beroemd, begrijp ik. Dus super leuk dat je hier bent. Zeker. Ik heb met Paul de Leeuw meegedaan en met Wendy van Dijk heb ik ook nog een dateprogramma gedaan. Dus, leuk. In het korte staan we hier dan in het Heide. Wederom, best druk. Hoe vind je het verder gaan? Nou, het organiseren vraagt eigenlijk best wel een hoop. Maar omdat we een aantal dingen al vorig jaar en een jaar daarvoor hebben gedaan, gaat het eigenlijk steeds beter lopen. Contacten worden gemakkelijker. Maar het blijft altijd een bendewerk, een hoop werk. Maar we zijn hartstikke blij met de vrijwilligers hier in de Hei. Want we krijgen ontzettend veel ondersteuning van alles. Van de ene die soep maakt en de andere die er tanks neerzet. Dat is gewoon fantastisch, gewoon die samenwerking die er is op de Hei. Dus dat intieme karakter van dit feestje, zal ik maar zeggen, dat is gewoon geweldig. Dat is mooi.